Een groep jongeren is mogelijk verantwoordelijk voor het terroriseren van een Joods gezin uit Hippolytushoef. De jongeren zijn bekend bij de gemeente. Er is inderdaad een groep jongeren waarvan meldingen zijn dat er overlast is. En of dat er een verband heeft met deze zaak, ja, dat is onderwerp van onderzoek op dit moment. Vorige week werd bij het gezin een raam opgeblazen met een vuurwerkbom. Volgens het gezin is dit al het zoveelste incident in 20 jaar tijd en zou het om antisemitisme gaan. De gemeente zegt niet veel signalen te hebben gekregen dat er getreiterd werd. Zij zijn vorige week een onderzoek gestart. Als het gaat over signalen, dan wordt dat op dit moment bij elkaar gebracht. En het feit dat daar onderzoek naar gedaan moet worden, kun je misschien ook wel concluderen dat het niet heel erg bekend was. De gemeente wil nu alvast een aantal maatregelen nemen om het treiteren te stoppen. Ja, toch structureel kijken naar een groep jongeren die overlast veroorzaakt en dit soort dingen doet. Wat kun je dan met jongerenwerk op langere termijn doen? En er zitten een aantal vraagstukken in. Wat kunnen we doen om het gezin op dit moment het veiligheidsgevoel te vergroten? Nou, en daar gaan we ook met het gezin zelf over in gesprek. De burgemeester is dinsdagavond bij het gezin langsgegaan om maatregelen te bespreken.